Goedendag mensen, welkom terug bij deze video. Mijn naam is Jack en vandaag gaan we het hebben over de totale tacho, werktijden, rij- en rusttijden. Dus ja, dit lijstje heb ik zelf verzonnen, zelf gemaakt, omdat ik ervaar dat er ook voor mij, maar ook voor vele anderen best wel moeilijk is om soms alles echt volledig voor de volle 100% bij te houden. Dus ik heb dit net ook allemaal opgenomen, maar ik had een microfoonprobleem, dus ik moet het allemaal even opnieuw doen. We gaan er even snel doorheen. Hoe is het ingedeeld? We hebben het eerste week hebben we hier. Dit is de eerste weekvak. Dan hebben we daarnaast de tweede weekvak. Die zit hier. En hebben we hieronder hebben we de standaard tips en adviesvragen die, ja, die je soms kan vergeten en die handig zijn om te weten. Laten we eerst heel even bij de indeling gaan van hoe dit systeem eruit ziet. Je ziet hier, voordat de dag begint, zie je oké, wat voor rust heb je gehad. Het is al ingevuld, maar ik loop het even na met jullie. Dus zoals je kan zien, hier hebben wij net 9 uur ingevuld. Op het zondag hebben we gewerkt en we hebben 9 uur rust gemaakt. Dan heb je dus 9 uur rust gehad voordat je werkdag begint. Dus ja, we hebben 9 uur gemaakt. Oké, de kaart ging erin om 10 uur. De kaart ging uit om 12 uur 's nachts. Dan heb je de eerste rijtijd. Niet elke tachograaf houdt het namelijk net zo mooi bij als een andere tachograaf. Dus soms kan je het menu niet vinden of soms zit het er gewoon basically niet op. Dan moet je een beetje creatief zijn. Dus jij, oké, ik heb 3 uur gereden. Nou, je gaat je pauze maken. Je weet dat hij helemaal naar nul reset. Dan kan je daarna, poef, als die reset, weet je niet meer hoe lang je hebt gereden. Dus daarom schrijf je op, oké, 3 uur gereden. En dan ga je pauze maken en die reset die. Oh, daarna nog een keer 3 uur gereden. Oh, oké, reset die bij de tweede rijtijd. En daarna de laatste rij je 4 uur. En dan kom je uit op een totale rijtijd van 10 uur in dit geval. Dan schrijf je die 10 uur erbij. Daarna ga je kijken, oké, wat is mijn totale werktijd? Nou, dat doe je natuurlijk aan het einde van de dag. Dan ga je hier terug naar kaart uit. Nou, dat was toevallig 12 uur. Dan tel je die tijd van elkaar af. En dan zie je de totale werktijd. Dan hebben wij hier ZX bij normale dag of bij bijzondere dag. En dit houdt eigenlijk in, dan gaan we kijken, hebben wij een rijtijd gehad van minder dan 9 uur? Nou, dan gaan we kijken. Totale rijtijd 10 uur? Nee. Hebben we 11 uur rust gehad? Dan gaan we hier weer terugkijken. Nee, ook niet. We hebben 9 uur rust gehad. Nou, in dat geval hebben we dus een bijzondere dag. In die bijzondere dag maken wij dus, hebben wij een puntje gescoord, zeg maar, boven de 9 uur rijtijd en minder dan 11 uur rust. Dus in dat geval zetten we een kruisje neer in die vakken. Zorg, dit is jouw belangrijkste vakje. Dit vakje gaat jou zeggen of je het goed of slecht doet. Want hier kan je namelijk zien, oké, rijtijd. Dan gaan we hieronder kijken. Hier, rijtijd. Max 2 dagen per week, 10 uur rijden, de rest 9 uur. Nou, oké, dus we hebben hier al 1 punt gescoord. Als we hier dus nog een punt scoren, zitten we aan onze 2 dagen. Als we dus hier nog een punt scoren, hier, dan zitten we dus echt in de problemen. Dat moet je dus niet doen. Dan hebben we hier de rust. Nou ja, we gaan even kijken. Oh ja, hier staat rust. Oké, minimaal 11 uur achter elkaar. Of 3 keer verkort worden tot 9 uur. Oh, mag 3 keer verkort worden tot 9 uur. Nou, dan kijken we. Dus we hebben hier dus al voor rust hebben we 1 puntje omdat we geen 11 uur rust hebben gepakt. Nou, dat mag 3 keer. Dus als je 3 keer een kruisje hebt, daarna kan je het niet meer doen, zeg maar. Dus dat is een beetje het belangrijkste vakje dat je dat mooi kan bijhouden. En aangezien je je totale werktijd weet, je weet wanneer je bent gestopt. Kijk, kaart uit, was precies om 12 uur. Nou, we hebben 1 keer rust 9 uur gepakt, dus we mogen het nog een keer doen. Dan mogen wij om 9 uur beginnen. Hoe laat mag je beginnen morgen? 9 uur. Dat is heel handig, want als je bijvoorbeeld een charter bent zoals ik, of een als een planner je belt van kan je 8 uur beginnen, weet je wel. Dan weet je, oh ja, ik heb het opgeschreven, even kijken. Ja, nee, dat kan niet. Zit met mijn rij- en rusttijden, kan niet. 9 uur kan ik beginnen voor je, eerder niet. Dan hebben wij de dingen die we nog niet hebben besproken, is pauze.
eerst 15 minuten, dan 30 minuten of 45 minuten. Doe altijd 1 minuut extra. Oh, ik moet 15 minuten pauze maken, maak 16 minuten. Er zijn zoveel chauffeurs die, waarvan ik het verhaal hoor van ja, dan maak ik 15 minuten en dan ga ik rijden en dan schiet hij op nul en dan krijg ik mijn pauze ook niet. En ja, 1 minuut jongens. Ik heb het nog nooit in mijn leven gehad, terwijl ik 1 keer in de weg stond voor iemand, toen moest ik wegrijden, terwijl die op 15 stond, toen resette die mijne ook naar 0. Dus 1 minuutje extra, hè. Goed, dan hebben wij na maximaal 4,5 uur gereden te hebben. Nou, dat kennen de meeste mensen wel, maar beginnende chauffeurs kan het handig voor zijn. Om 5 uur beginnen, zorg dat je 1 over 5 pas je kaart erin doet. Anders werk je op nachttijd en mag je maar 10 uur maximaal werken op 1 dag. Geheugensteuntje is gewoon handig om te weten. dan hebben wij hieronder, hier rechts trouwens, dit gedeelte. Meer dan 15 uur maken. Ga je lang bij een klant staan, maak dan rustig je pauze. Dus hè, 15, een half uurtje of in één keer 45 minuten. En als je daarna klaar bent met je pauze maken, maar je staat nog steeds bij de klant te wachten, voor wat voor reden? Pallets moeten nog gemaakt worden. T1 klopt niet, douanecontrole. Dan zet je de tachograaf op beschikbaarheid. Dat is een vierkant met een streep erdoor. En dit zorgt ervoor dat jij beschikbaar bent. Maar je bent op dat moment niet aan het werk. Dus jouw werktijd wordt gestopt. En dan mag je dus langer dan 15 uur werken. Omdat jij op dat moment niet werkt. Zorg wel dat je dus wel in je 24 uur vak blijft. Ook met je pauze maken. Dat is wel belangrijk. Dan hebben wij ook arbeidstijdenwet. Arbeidstijdenwet is eigenlijk iets dat, ja, daar moet je gewoon even rekening mee houden. Het is wel belangrijk, ze kunnen er ook op controleren. Het is eigenlijk, je weet wel, mensen die gewoon normale baan hebben, geen vrachtwagen gebeuren, die hebben de arbeidstijdenwet. En wij ook als vrachtwagenchauffeur zijnde. Dus dat is gewoon een standaard pauze. Meestal als je je rij- en rusttijden een beetje goed bijhoudt, dan hoef je daar niet heel erg op te letten. Maar stel je bent iemand die niet heel veel rijdt, niet grote afstanden doet, maar wel heel veel werkt. Hè? Trailers inladen, uitladen, 5 minuutjes rijden, weer inladen, uitladen. Denk aan containerwerk of aanleveren bij luchtvrachtmedewerker. Dan is dit wel iets wat je moet controleren, want je moet wel die pauze houden, want het is wettelijk verplicht. Dit is een beetje het vak, ja, ik wou dit toch even maken. Ik denk dat heel veel mensen gaat helpen, een beetje voor het idee, zo gaat zo'n vak eruit zien. Het zou in de loop van de tijd nog wel een beetje gaan aanpassen. Dit eerste rij is natuurlijk leeg, maar die heb ik als voorbeeld ingevuld. Deze kan je vinden in de Discord channel. We hebben hier de Discord channel. Ik heb hem bewust bij FAQ advies gedaan. Dat is letterlijk het derde kolommetje als je joint. Dat staat voor Frequently Asked Questions. Advies. Dus dat houdt in dat hier regelmatig dingen op terugkomen waar mensen problemen mee hebben. Zoals aandokken. En zoals je ziet, dan hebben wij video's over hoe je moet dokken, zeg maar. Zoals je kan zien, de graden waar we het over hebben en dat soort dingen. Dus dan kan je altijd even kijken als je dat wil. De link van de Discord staat altijd hier beneden in de beschrijving. Bijna bij elke video staat die in de beschrijving. Sommige mensen kunnen het niet vinden. Dan staat die hier ook in het scherm. Dus als je dat bij in Google intypt, overschrijft, dan kom je er ook. Je moet even een accountje maken, is volledig gratis. En dan kan je altijd advies vragen, bijvoorbeeld bij de welkom, van hey, waar moet ik wezen? Of gewoon in de Dutch chat, waar je met alle mensen kan praten en advies kan vragen. Dus, dat gezegd te hebben, wat sommige mensen nog niet weten, mensen zijn een beetje nieuw bij Discord, dat maakt helemaal niet uit. We hebben ook een ping, zeg maar. Dus wij hebben hier rechtsbovenin pinned messages. Als je daarop klikt, dan krijg je dus de highlights. Dus de dingen die ik heb genoemd, waarvan ik zeg, hey, even aandacht aan houden, dit is belangrijk. Want als je praat, ja, dan gaat al die tekst een beetje, die vervaagt gewoon een beetje. Kijk, bijvoorbeeld hier ook, niveau gebeuren. Er wordt best wel veel in gepraat, belangrijke dingen vervagen. En als je dan naar pinned messages gaat, dat heeft hij daar niet. Maar bijvoorbeeld infotransport, die heeft wel een paar pins. Ik pin alles wat belangrijk is. Dus kijk soms als je in een categorie zit, even bij de pinned messages. Daar kan je heel veel vinden.
En dit was de video. Ik hoop dat je er wat van vond. Ik wou hem kort en krachtig houden. En ik denk dat dit heel veel chauffeurs gaat helpen. Ik heb hem geüpload voor jullie in de FAQ advies. Zoals je kan zien onderaan. We hebben een Excel bestand en een PDF bestand. Je kan een PDF bestand downloaden. Dat je zegt, hey Jack, top. Ik wil hem niet meer aanpassen. Dit is helemaal geweldig. Of ik heb een Excel bestand gemaakt voor jullie. Dat je die kan aanpassen. Omdat je zegt van nou, weet je Jack, dit ga ik niet gebruiken. Dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet tussen hebben. Dan kan je hem zelf aanpassen naar je eigen smaak. Maar ik heb in ieder geval de grond gelegd voor jullie. Waar je zelf op kan bouwen. En dat is ook wat ik jullie altijd aanraad. Ook met alle video's die jullie kijken. Doe niet als ik. Neem een voorbeeld aan mij. En doe het op je eigen manier. Want op je eigen manier werk je het fijnst. Mijn naam is Jack. Ik hoop jullie te zien bij de volgende video. Zou je de video kunnen liken en abonneren. En ja, tot de volgende. Let's go.